Bijna alles wat je dagelijks om je heen ziet wordt gemaakt door fabrieken. Deze worden doorgaans niet direct geassocieerd met duurzaamheid. Ik ben een realist. Zolang er vraag naar deze producten is, zal het gemaakt worden. Dus zolang er geen duurzame alternatieven zijn, vind ik dat die fabrieken het in ieder geval op de best mogelijke manier moeten doen. Daar zet ik me dus graag voor in. Als analist onderzoek ik hoe de industrie beter en dus ook duurzamer kan produceren. Daarover adviseer ik bedrijven vervolgens met mijn collega relatiemanagers. Wat we zien is dat verduurzamen vaak automatisch betekent dat het geld oplevert. Hiermee trekken we wat mij betreft alle bedrijven over de streep. Ook die niet per se willen verduurzamen. De meeste voldoening die krijg ik uit de gesprekken met mijn klanten. We maken elkaar elke keer steeds weer een stukje beter en dat vind ik gaaf. Als bank krijgen we regelmatig kritiek omdat we vervuilende industrieën financieren. Terwijl ik juist geloof dat we door deze wel te financieren de kans krijgen om een positieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van deze bedrijven. Ik vind het gaaf dat ik bij ABN AMRO partner in deze transitie kan zijn. Zo kunnen we grote stappen zetten richting een volledig circulair Nederland in 2050.